Hi. Deze week zat ik na te denken over waar ik eigenlijk over na zat te denken. Ik merkte dat ik eigenlijk best wel inspiratieloos was. En dat bracht me op het idee om het over inspiratie te hebben. Voor mij persoonlijk, ik zeg altijd inspiratie is iets wat in je spirit komt. Gewoon een gevoel diep in je essentie. Dat kan getriggerd worden door mooie muziek, vaak bij talentenshows of een boek of een quote. Of dat je gewoon, bijvoorbeeld ik was in Zuid-Afrika bij de Tafelberg en ik vond dat zo mooi om te zien. En dat is precies de omschrijving voor mij van inspiratie. Ik was gewoon lekker bezig, vakantie vieren en ineens stond ik daar en dat even niet meer doen. Gewoon stoppen met doen. Gewoon, ik werd zo geraakt diep van binnen. Toen ik begon aan het filmpje wist ik eigenlijk van niet, ja, wat ga ik nou doen? Ik had geen inspiratie. En op het moment dat ik het losliet, kon het tot me komen. Dus ik denk dat het goed is voor ons in deze maatschappij. We zijn zo druk bezig met inspiratie zoeken hier, daar. Inspiratie zoeken, zoeken, zoeken. En als we juist even stoppen met zoeken, dan komt het. En ik zeg altijd, inspiratie is je beste navigatie. Dus wat kan je het beste even loslaten om die inspiratie tot je te laten komen? Daar ga ik dit weekend over nadenken.